Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. Vandaag vanuit Zierikzee. En ik ben hier met Pien uit Den Haag. Ja, klopt. Pien, ben je een dagje in Zierikzee of ben je gewoon op vakantie? Ja, lekker op vakantie een weekje. En waar zit je? In Burghaamsteden. Leuk? Ja, ontzettend leuk. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik heb een eigen bedrijf, een dakdekkersbedrijf. Dakdekkersbedrijf? Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja, mijn vriend die deed het altijd al. En toen hebben we de stap gemaakt om een eigen bedrijf te beginnen. Maar jij gaat niet het dak op? Af en toe wel. Echt waar? Ja, als hij hulp nodig heeft, dan kan ik helpen. Want hij is verder in zijn eentje? Ja, we huren vaak zzp'ers in en dan kunnen ook de grote klussen aannemen. Nou zijn dakdekkers zeldzaam toch in Nederland? Ja, bij ons in de buurt wel wat minder zeldzaam. Maar de streken eromheen merk je wel dat het zeldzamer is. Ja, het is wel een erkend vak. Oké, en dat is voor van die rieten daken? Ook wij doen vooral platte daken, bitumen. Ja. Nou hoor ik geen Haags accent bij jou, nee. Maar iets uit het oosten van het land. Klopt, ja. Dus dat je in Den Haag woont, dat is niet waar je wieg stond. Nee. Ook voor het strand daar naartoe verhuisd. Ja, we komen uit het oosten, beide. Dus je bent naar Den Haag verhuisd voor het strand en je komt nu naar Zeeland ook voor het strand. Ja. Nou. Ja, heerlijk. Wij gaan quizzen, wij gaan memory spelen. Ben je daar een beetje goed in? Vroeger wel. Lang niet gedaan, dus we gaan het zien. Met broers of zussen vroeger? Ja, zus en een zusje. Ja. Nou, de regels zijn precies hetzelfde. Alleen krijg je straks 20 seconden de tijd om onze plaatjes in je op te nemen. Okay. Daarna draaien we ze terug. En dan is het de bedoeling dat je de goede combinaties bij elkaar zoekt. Okay. Voor elke goede combinatie krijg je 10 punten. Als je een fout hebt, gaat er 5 punten af. En als je een goede hebt, dan krijg je daarna een vraag over Zeeland. Oké. Het is wel een meerkeuzevraag. Gelukkig. Want heb je een beetje kennis van Zeeland? Eigenlijk niet. Nee. Concertatie en daar houdt het ook bij op. Oké, nou wie weet zit er een vraag over concertatie tussen. Oké. Het zou zomaar kunnen. Ja. Nou. Haal nog even diep adem. Ja. En dan starten we de klok. Heel veel succes. Dankjewel. De koekenpan die staat voor culinair. De landkaart staat voor aardrijkskunde. Sport en spel. Vraagteken voor algemeen. En dan is je tijd alweer om. En dan mag je de eerste bordjes gaan draaien. 13 en 18. 13 en 18. Twee uilen. 10 punten zijn binnen. Wat is geen Zeeuwse oester? De kreuze, de platte of de fine de clair? Ik zeg B, de platte. Nee, die bestaat wel, een platte oester. Okay. En die worden heel veel gegeten. Ben je een oesterliefhebber? Nee, vandaar. Nou, we gaan snel terug naar het bord. 8 en 14. Taal, Zeeuwse dialecten. Wat zijn kersen in het Zeeuws? Zijn het A, krieken, of B, kezen, of is het allebei goed? Ik ga voor C. En dat is heel slim, want het is inderdaad allebei goed. 40 punten erbij. Oké. 6 en 15. 2 en 15. Ja, ik zie het zo voor je halen. Het is goed. Waar staat het gemeentehuis van de gemeente Noord-Beveland? Staat dat in Cats? Staat dat in Kortgene? Of staat dat in Wissekerken? Ik ga voor A. Ik denk dat dit een pure gok is, hè? Ja. Ja, was Wissekerken. Oké. 5 en 11? 1 en 11. 1 en 11. Ja, twee koekenpannen. Een culinaire vraag. Welk restaurant in Breskens heeft een Michelinster? Is dat A, Druppels? Is dat B, Spetters? Of is dat Douw? Ik ga voor B, Spetters. En dat is inderdaad goed. Nou, als je nou nog ergens wil gaan eten. Lekker. 3 en 10. 7 en 10. Ja, twee Zeeuwse boerinnen leveren jou weer 10 punten op. Een geschiedenisvraag. In welk dorp of in welke stad staat de oudste kerk van Zeeland? Is dat in Zierikzee,
Is dat in Middelburg of is dat in Aardenburg? Ik ga voor A, Zierikzee. Jij denkt Zierikzee, het is hier allemaal historie. Ja. Dat klopt, maar die echt oudste, die staat in Aardenburg. Oké. Okay. 3 en 12. 9 en 12. 3 en 9. 3 en 9. 10 punten erbij en een sportvraag. Voor welke Nederlandse club speelt Bart Nieuwkoop op dit moment? Is dat bij HSV Hoek? Is dat bij Feyenoord? Of is dat bij Ajax? Ik ga voor C, Ajax. Oeh, dit gaat mijn vader niet leuk. Kijk je wel eens voetbal? Nee. Niet zoveel. 4 en 12. 5 en 12. 4 en 5. Ja, en zo kom je er toch, hè? Ja. Een algemene vraag. Hoe heet deze provinciebestuurder? Ja, en dat wordt voor jou natuurlijk gokken. Ja. Is dit A, Johannes de Bat? Is dit B, Harry van der Maas? Of is dit C, Han Polman? Ik ga voor A. Nee, het is Harry van der Maas. Oké. Okay. Nou, doet het bijna klaar. 6 en 16. 12 en 16. Dansende mensen, dat is de categorie amusement. Pascal Jacobsen, je hebt hem gezien op Concert at Sea. Hij zong een lied van Jacques Brel. Maar wat is de Nederlandse titel van dat lied? Is dat A, Kom nog eens terug? Is dat B, Verlaat me niet? Of is dat Liefde van later? Ik ga voor B. Ja. Ja. Het was Liefde van later. 6 en 17. En 10 punten erbij. En een vraag over kunst en cultuur. Wie is de huidige stadsdichter van Middelburg? Is dat A, Broeder Dieleman? Is dat B, Michael van Oostende? Of is het Peter Slager? Ik ga weer voor B, ja. En dat is goed. Peter Slager, die kennen we natuurlijk ook weer van Bluff. En dan is het bord leeg en dan gaan we naar de eindstand kijken. 220 punten. Nou, dat is voor iemand uit Den Haag, of eigenlijk het oosten van het land, nog helemaal zo slecht niet. Gelukkig. Jij krijgt van mij... Dankjewel. Deze, die kun je op het strand gebruiken. Ja, is het niet in Zeeland, dan wel in Den Haag. In Den Haag, ja. Want hoe lang ben je nog in Zeeland? Ik blijf tot vanavond. Oh, dat is nog maar heel kort. Ja, maar ik ga straks naar het strand, dus ik kan hem lekker gebruiken. Ah, ja. Lekker in het zonnetje, goed smeren. Ja, zeker. En dan morgen meteen weer aan het werk? Ja, helaas wel. Klanten die wachten. Klanten wachten, gaat altijd door. Ja. En dan heb je nog wel vakantie? Of? Ja, in augustus gaan we nog lekker weg. Ja. Weer naar Zeeland? Nee, naar Griekenland. Naar Griekenland, ja, oké. Okay. Ja. Nou, heel maar veel plezier. Maar hij kan mee, dus, dankjewel. Dit was de zomertour van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. En graag tot de volgende. En dan straks weer aan het werk het dak op of aan de telefoon en de computer.